Alle waarden voor Saranda Feest. Auto op 100 meter van het startpunt. Loopt inmiddels weer. En they're off. Start is gevallen. Start valt en Flying Fortuna aan de buitenzijde die gaat heel hard naar de kop. Flying Fortuna, daarachter Voltorino Jet. En daar gaat ook een bandlek, want ik hoor een knal. En die knal die komt echt uit het veld vandaan. Een van de deelnemers rijdt nu met een lekke band. Aan de buitenzijde Etienne du Vivier, die sterk naar voren komt met Wim Paal. Etienne du Vivier is op weg naar voren, maar Flying Fortuna leidt met Rick Ewing. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. De Reader's Course Final, €35.000 voor de winnaar. En ze komen uit heel Europa. De deelnemers zijn in de rechte lijn voor de tribune. Ewingen kijkt opzij en ziet aan de buitenkant Wim Paal komen. Daar kun je gewoon Duits mee praten. Maar daar kreeg hij de kans niet eens voor, want Paal is al voorbij. Etienne du Vivier heeft de leiding overgenomen. En dit is een hele lastig om te kloppen daarna. Flying Fortuna ligt tweede. Voltorino Jet derde. Aan de buitenkant dode spoor eigenlijk voor Tiger Hill Diamant. Dat is niet fijn. Daarachter komt in het tweede spoor mee. Dat is Per Nordström met Exquisite Sisoe. En zo gaan de deelnemers de rechterbocht in. Daarachter aan de relingzijde ligt Happy Steel. Galoppade daar van het paard van André Bakker. Speedy Face. Andere paard van Golgini. En Golgini zelf ligt op dit moment laatste. 8 galop. En die gaat nu naar het derde spoor. Saranda Feest gaat in het derde spoor. En die gaat heel hard naar voren. Paard in de rechte lijn overzijde. En daar leidt nog altijd Wim Paal. Wim Paal die het tempo maakt voor Thomas Malkis met Etienne du Vivier. Etienne du Vivier heeft 2 lengte voorsprong. Daarachter op de tweede plaats ligt nog altijd Flying Fortuna. Tiger Hill Diamant komt steeds dichterbij. Helemaal aan de buitenzijde Saranda Feest. Maar dat is heel ondankbaar als je daar 3 dik moet. En zo gaan de paarden de laatste bocht in. De Reader's Course Final. En ze zijn halverwege de Tjarda bocht. En daar leidt nog altijd Etienne du Vivier. Uitgeschakeld nummer 1. 1 galop. Etienne du Vivier. En de buitenzijde Tiger Hill Diamant. En daarachter Flying Fortuna. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Aan de relingzijde nog altijd Wim Paal. Aan de buitenzijde Robin Bakker. Paal leidt nog altijd. Paal leidt nog altijd. En Paal versnelt. Etienne du Vivier gaat normaal gesproken de final winnen. Etienne du Vivier. What a driver. What a horse. Wim Paal. Etienne du Vivier. Tweede plaats is voor Flying Fortuna. En de derde plaats voor de 4 Fortunaro Jet.